Hier zit een hele trotse moeder. Trotse moeder, toch, hè? Welk? Hier zit een hele trotse moeder, vraagt die mevrouw. Huh? Breda Nu. Je weet het meteen. De Drie Linden was het toneel voor Prinsenbeek Got Talent. Een talentvolle avond waar meerdere artiesten hun kunsten lieten zien aan het grote publiek. Dus u kunt ons ook een beetje backstage nemen. Ik kan jullie backstage nemen, inderdaad. Nou, Cor, nou, kom op. Ja, helaas, het is nu pauze, dus er zit helaas niemand. Ja, zonder make-up. Ik ben gisteren iets gaan verhuizen en toen kwam er een bed in mijn oog. Ja. Oh, wat fijn. Gelukkig niet hier, dus de stem doet het hopelijk nog. Okay. Ja, dus kijk. Ik heb het heel moeilijk. Maar dat is een ander programma. Alleen uit leed wordt kunst geboren, dus ik neem het allemaal mee. Oké, nou, we zijn heel benieuwd. Ja, ik ook. Je mag ze mij al lezen. Oh. Ja. Je niet in de camera laten zien. Nee. Schrikken de mensen thuis. Ja? Maar, Oeh, ja, nee, doe maar niet. Nee. Hier staat een slechte grap op en dan proberen we daar netjes te zijn op het podium. Oh, zo gaat dat. Ja. Oh, ja. En jullie hebben de tekst zelf geschreven? Ja, zover zelf. Ja. We hebben ons even in moeten lezen in alle mooie opera's van Mozart, maar het gaat steeds beter. Ja. Want daar luisteren jullie niet zo vaak naar? Niet heel vaak, nee. Er zijn avonden dat ik het niet draai. Ah, dus hier zit een hele trotse moeder. Trotse moeder, toch, hè? Welk? Hier zit een hele trotse moeder, vraagt die mevrouw. Huh? Mijn moeder is erg doof, dus dat... Vindt u het mooi? Ja. Ja. Aan het genieten? Huh? Aan het genieten? Ja. Nou, weet je, dan heb ik het goed gemaakt. Dan gebruik ik wel iets anders. Allemaal. Ja, u ziet het, ik trek geen volle zalen. Nee, ik zie het. Nee. Nou ja, dat is ook een vak apart, hè. Dirigeren, dat doe je niet zomaar. Dat is een lange studie aan het conservatorium en dan een heleboel jaren praktijkervaring. Door dat programma Maestro wordt wel eens een andere indruk gewekt, dat iedereen die een beetje kan zwaaien zo'n orkest aan de praat krijgt. Maar zo werkt het niet dus. Nee. Wij zijn voor de algehele gezelligheid, maar we hebben ook wel twee familieleden die vanavond optreden. Maar ik denk, ook al waren ze niet, waren we toch geweest. Dus echt een aanrader en een hele goede versterking voor Brabant op muzikaal gebied. Hoe is het gegaan? Ja, voor mijn gevoel best wel oké, maar ik hoorde mezelf heel, ja, ik weet niet, heel hard, zeg maar, anders terug. Dus het is wel, maar ik hoorde net opnames en het ging best wel goed. En wat is dan een echt carnavalsdansje? Dat weet ik natuurlijk wel een beetje. Wat is dan een gerepeteerd carnavalsdansje? Nou, het zal dit jaar een foute act worden, samen met de Hofkapel. En daar moeten we iets op gaan verzinnen. Maar... Foute act, daar hou ik wel van. Ja. Dus ja, maar dat moeten we dan nog gaan maken. Dus dat weten we nog niet.